Wij van de Brug Campus, wij scheppen op. En wat wij opscheppen is het ingrediënt wat toegepast is in de cementloze betonbruggen op de Floriade. Op de Floriade hebben we van dat cementloos beton hebben de Beverbrug en de Rondje Weerwaterbrug gemaakt. Uniek in de wereld en uniek in Nederland omdat ze constructief van dit materiaal zijn gemaakt. Alles wat we gedaan hebben, hebben we zoveel mogelijk uit de eigen omgeving gehaald. Je hebt net gezien het materiaal, maar het zijn ook de mensen en de bedrijven en de organisaties die we in dat kader hebben samen laten werken. Kijk bijvoorbeeld naar Rijmer die de brug heeft gebouwd. Kijk naar Serwin die samen met de Pauwgroep het beton heeft ontwikkeld en geproduceerd. En zelfs is het nog een Almeerse architect, René van Zuuk, is dat geweest. En daarin zijn we redelijk uniek en eigenlijk het toppunt van circulariteit. En dat willen we ook in de toekomst zo uitdragen naar heel Nederland toe. Dat heel Nederland ook circulair en lokaal kan gaan produceren, werkend aan bruggen en viaducten. Wat we hebben zien ontstaan op de Floriade, is dat je door samenwerking tot hele mooie innovaties kunt komen die noodzakelijk zijn voor een duurzame toekomst. En dat we daarmee ook de faalkosten in de bouw kunnen gaan terugdringen.